Goedendag Henk. Dag Wim. Wim, waarom kies jij voor deze plaats? Voor deze plaats? Ja, dat is niet zo moeilijk. Ik heb het hier naar mijn zin. En ik ben hier geboren en getogen. Daar komt toevallig onze Willem al aan gefietst, want die zit hier ook allemaal te fietsen. Ja. Dat zie je wel. Die is hier ook geboren en getogen. Die is hier ook geboren en getogen. En ons opa is hier geboren. En ons vader. En allemaal in het huis achter jou. Achter mij, ja. En dus ik heb het hier naar mijn zin. Wij wonen hier hartstikke vrij. En we zitten in een heel mooi buurtje. Dus, maar je hebt wel werk en wonen op één plek. Ja. Dat valt niet tegen? Nee, dat is juist heel fijn. Oké. Daar zag ik juist wel tegenop. Omdat je daar altijd aan gebonden bent. Maar nee, ik vind het heel fijn. Zijn het ook allemaal installateurs geweest? Jouw vader, jouw opa? Ja. Nee, ons opa was smid. Die was voorheen eigenlijk boer. En ons vader heeft het eigenlijk overgenomen. Mm-hmm. Die is eigenlijk, die heeft het bedrijf eigenlijk ook een beetje opgezet met zijn broers. En die heeft op een gegeven moment 10, 15 man personeel gehad. En toen heb ik het overgenomen en nu ben ik het aan de deur zetten. Dus ons opa was eigenlijk een beetje de pionier. En ons vader heeft het ondernemende gedeelte gehad. En ik probeer het nou voor te zetten. Je personeel, groot bedrijf? Wij zijn nu met een man of 20 ongeveer. Dus, behoorlijk bedrijf? Ja. Mag niet moppen. Werk genoeg in deze tijd? Op dit moment heel druk, ja. Crisistijd of is de crisis voorbij? In het werk niet, maar wat prijstechnisch misschien wel een beetje. Maar, heb je ervan gemerkt? Alleen op prijsgebied. Ja. Maar werk niet op zich, daar hebben we genoeg. Okay. Gelukkig wel. Maar daar hebben we ook wel voor gewerkt. Daar hebben we in ieder geval het personeel, we hebben goed personeel. En dat wil ik graag aan de gang houden. Dus, gewoon mooi vrij. Hier, ja. Uit alle ruimte. De rechten ook aan, neem ik aan. Ja, heel erg. Ik zeg altijd, vroeger zag ik dat zelf niet zo, toen ik klein was. Maar later is het toch wel gaan groeien. En ik zeg, nou, we wonen toch eigenlijk ontzettend mooi. Je zou niet in stad kunnen wonen? Nee, niet echt. Ik denk niet, daar komt het wel een beetje op me af. Mm-hmm. Ik zeg, als je achter in mijn tuin kan pissen, zeg maar. Dat wil niet zeggen dat je dat altijd moet kunnen doen, maar als je dat kunt. Dat vind ik een stukje vorm van vrijheid, zeg ik al. Ja, ja, mooi. Ben jij een familieman, Wim? Ja. Hoe uitziet dat? Hoe uitziet dat? Nou goed, we hebben gewoon een leuke familie. En, maar niet alleen mijn familie, ook vrienden, personeel, de buurt. Ja, ik voel me eigenlijk overal wat thuis. Hetgeen wat wij om ons heen hebben. Mm-hmm. En dat bevalt ook heel goed. Ja, de buurt zegt ook van... toen we hier naartoe liepen naar deze plek, toen zei jij van, die buurt is me heel wat waard en die buurt is ook goed één. Ja, ik ben vorig jaar Prins Carnaval geworden, 2010. Samen met Kitty als prinses. En ook uit het niets eigenlijk, want ik zag het in het begin ook nog niet zo zitten. Ik denk, wat moet ik daar nou gaan doen? En dat is me zo goed bevallen, ook meer door... de buurt die er zijn eigen gewoon ontzettend voor ingezet heeft. Daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Hoe hebben ze dat gedaan, Winter? Ja, die hebben gewoon een ontzettend mooi nummer gemaakt. Daar hebben ze toch wel echt mooi in elkaar gezet. Hij heeft ons heel de carnaval gedragen, zeg maar. Hij heeft een soort boost gegeven en hij ons, dat is gewoon een dierbare herinnering. En ze hebben de optocht meegedaan en de afvoer is ook gewoon geweldig gegaan. Dus daar ben ik ze heel dankbaar voor. En sindsdien hebben we ook eigenlijk hier een Jeu de Boelbaan gemaakt. Dus daar zit jij nou bij. Ja, ja, daarom heb ik deze plek ook een beetje uitgekozen. Ook omdat wij hier op ons eigen bedrijf kunnen kijken en ons woonhuis. Maar we hebben hier sinds een jaar een Jeu de Boelbaan. En die heet toevallig de Klets of Ketsbaan, net zoals je het kijkt. En ik moet zeggen, het is super gezellig. Dus, en met hoeveel man ben je dan zo hier in de buurt? Ja, wij zijn dan denk ik met een man of 20, 25 continu. Is het ook nog een kinderrijke buurt? Ja, we hebben zelf ook 3 kinderen. En bij Jos en Sjan, Rini, ja, zo verschillende. Dus, oké. Okay. Nee, en de huizen liggen toch ook nog redelijk ver uit elkaar hier? Ja, hè? Maar dat is ook wel lekker die vrijheid die je hebt. Hè? Ja, je hebt en ook dat komt hier samen. Ja. Mooi. Ja, dus, en we kijken hier heel rustig, we zitten niet langs de weg. De kinderen kunnen hier mooi spelen, zeg maar. Mm-hmm. Fietsje rondrijden, ooit komt Piet Pepers, dat is dan een buurtman van ons. En hij rijdt ook met zijn paard rond. Nou, dan kan ze ook mee in de kar, dus dat is ook altijd mooi. Dus, ja.
Dus in feite, als ik jou goed begrijp, heet dat carnaval, het feit dat jij prins werd en jouw vrouw prinses, de buurt weer wat hechter bij elkaar gebracht. Ja, het heeft zeker niet slecht gedaan in ieder geval. Dus. Nee, het was helemaal niet slecht, het was altijd goed, maar ja, het is gewoon ontzettend gezellig geworden. Dus, Kun je voor jouw gevoel genoeg tijd stoppen in buurt en familie? Ja, ik ben natuurlijk wel druk bezig altijd. Maar goed, ik denk dat het net goed gaat. Dus, gelukkig wel. Ik zou er nog iets meer tijd in willen stoppen, maar dat zien we wel. Ik hoop dat het komt de komende jaren. En dan is gewoon het samen zijn en het buurten belangrijk, ja, voor jou? Onbevangen, gewoon lekker samen zijn, een beetje pilsje erbij. Een beetje slappe klets, elkaar een beetje een draad steken, vind ik wel. Maar wel op een leuke manier, het moet wel. Maar ik denk dat we allemaal hier in deze hoek wel dezelfde humor hebben, dus dat gaat best wel goed hier. Je was bij Skyline natuurlijk bekend, 2010. Je was hier prins in Keildonk en je ging bij Toosken op visite, hè? In de studio. Hoe heb je dat ervaren? Heel mooi. Ja? Ja, dat is ook weer zoiets, hè? Daar komt anders ook nooit naartoe, hè? Nee. Ik zeg altijd een beetje in het hol gezeten hier en nooit niet zoveel verder gekomen. Maar je vroeg mij af toen van als prins, van waar moeten ze mij daar nou voor hebben? Waren je van tevoren niet zo'n carnavalvierder? Jawel, ik was nogal een carnavalvierder, maar... Ja. Hoe is carnaval hier in Keildonk? Ja, keiskoon. Ja. Ja, super. Nee, ik was er wel altijd wel bij, maar ik denk niet dat iedereen mij van tevoren kende. Dus daar verdel hadden nou dan ook. Dus, precies. En dat is ook leuk, je kent dan mensen van, ik kende jou eerst eigenlijk helemaal niet. En nou wel, nou, ik jou ook niet, zeg ik dan. Dat is dat mooi. En dan hadden we weer wat de buurten. Hadden we weer wat de buurten, dus ik vind het een... ik ben super blij dat we het gedaan hebben. Mm-hmm. En Kitty ook, dus... Nou, even over het Jeu de Boule, hè? Ja. Dat is toch eigenlijk een sport voor alle mannen, niet? Tussen ons gezegd en gezwegen. Nee, is ook. Maar jij bent niet oud. Nee, maar we hebben nog wel paar oude mannen hier in de buurt. Die, ja. En daar mogen wij dan bij doen. Hè, dus, oh ja, natuurlijk. Nee, dat gaat hartstikke goed. Het is eigenlijk van jong tot oud. Hoe zijn jouw kwaliteiten op de baan? Nou, redelijk. Maar ik heb een beetje geluk gehad. In het begin ging het nog niet zo goed. Maar ik sta nou toch in de finale vanavond. Ja, ik wil zeggen, jullie speelden een toernooi, hè? Ja. En je staat in de finale. Ja, de gedoodverfde kampioen, die moest tegen mij in de halve finale. Aha. Jos Brummans, die mende er even vlug te doen tegen mij, maar hij onderschatte mij een beetje. Oh ja, en die moest het onderspit duiken tegen jou. En nou stok ik in de finale tegen Evert Diepenveen. Dus, en hoe zijn uw kansen? Ja, iets minder dan 50%, maar... want die kan het wel heel goed, samen met zijn vrouw. Maar... Je weet nooit hoe het balken rolt, hè? Letterlijk en figuurlijk. Juist, daarom. Ik zie het er wel positief in. Dit baantje... De baan nat maken, want dat kan even niet zo goed af. Dus die sproeien vanavond nog even nat. Staat hij hier in de buurt, want je kijkt die kant uit. Nee, hij zit daar te wonen. Maar hij is nu met zijn duiven bezig, want het is ook nog een bekende duivenman. Oké. Okay. Volgens mij wint hij ook alles. Maar ik denk dat hij vanavond een keer niet gaat winnen. Ja, ja. Ho! Had dat bal uit! Mooi, hè? Ja. Hey, maar één een bal hoor. Nou, dat vind ik toch knap. Maak me zwetsbaan van. Kijk Jos. Oh, Jos. Ja. Hij staat wel terug dat hij niet vlaas, dat zie ik al. Wie doet het? Nee, één puntje. Eén puntje rood. Dat is goed. Ja. Ja, één vrijt is ook nooit, hè? Je ziet het wel, Henk, hè? Het is fantastisch. Ja. We maken we stonden net toevallig in één keer achter. Ja, let op. Had ik even gemist, maar we staan al wel weer. Ja, maar weer, dat kan altijd. Ja, geluk moet hebben. Ja, maar goed kruisen dan even. Dat is geluk, Jans. Oh, ja, kijk. Mooi, hè? Gaan we beter misschien niet weer daarin. Kom op, Hans, gooi eens wat. Yay! 2 punten! 2 points! Oh. Dankjewel Hans! Heb je nog tijd voor hobby's, voor andere hobby's, Wim? Nou, plezier maken. En eigenlijk motorrijden, maar ja, mijn motor staat al 2 jaar met een lege accu, dus... Hoi. Ik las 2 jaar niet meer opgereden. En daar hadden hier dat is eigenlijk wel... met een hobby. Maar... Hadden hier toch ook wat plek voor? Of bedoelde dan gewoon toeren? Nee, echt toeren. Toeren.
Maar daar wil ik ook wel weer oppakken. Dus. Maar ik vind deze beestkeren gewoon ook heel goed. Dus. Vakantie? Ja. Ga de weg of blijf je op uw plaatsje hier? Nou, ik blijf wel op mijn plaatsje. Maar we gaan er wel een week tussenuit. En waar gaan we dan bijvoorbeeld naar Frankrijk? Naar Frankrijk. Ja. Dus daar ga je ook daarvoor kunnen rijden naar Frankrijk dan? Nee, maakt me niks uit. Maar we hebben met de kinderen en hebben goede weer dan meestal. Dus, ja. Als de kinderen het goed hebben, hebben wij het ook goed. Hè? Dus nee, dat gaat goed.